Grote delen van de entertainment- en horecasector moeten vanaf maart inkomsten ontberen vanwege de beperkingen rond COVID-19. De regering wil samen met deze sector naar de best mogelijke oplossing zoeken. In dit kader heeft zij op dinsdag 15 december 2020 een onderhoud gehad met sectoren uit de sector vertegenwoordigd in het platform voor bevordering van entertainment, cultuur en kunst in Suriname. Het resultaat van dit onderhoud is later op de dag via een persconferentie met de media gedeeld. Wij nemen u terug naar dit moment. Sinds het moment was aangetreden dat wij deze COVID-maatregelen te horen hebben gekregen. Wij verbaasd waren, met name vanwege het feit dat ruim 2 tot 3 dagen geleden wij geconfronteerd waren met het heugelijk feit dat de ingediende protocollen, de door ons ingediende protocollen met betrekking tot entertainment, reeds goedgekeurd waren. De eerlijkheid moet mij, ik moet heel eerlijk zijn dat wij op een gegeven moment tot de conclusie kwamen dat er een behoorlijke ruis was aan communicatie. En dat had onder andere geresulteerd in onder andere het misnoegen, het uiten van misnoegen door leden van de entertainment sector, en dat heeft zich geuit in een protestmanifestatie vanmorgen. En ik moet mij haasten om aan te geven dus dat hoewel ik daar niet zo happy mee was, was het toch een best wel een uiting van misnoegen over de gang van zaken met betrekking tot de entertainment sector. Op basis daarvan hebben we een gesprek gehad met de mensen van het kabinet. En ik moet zeggen dus dat dat gesprek vrij goed is verlopen. Ik heb ook contact gemaakt, ik heb heel vaak contact gemaakt zelfs, met de minister van Volksgezondheid. En ik moet zeggen dus dat uit de net verkregen informatie, dat ik toch wel zeg dus dat er best wel lucht in de tunnel is. Dat is wat ik er tot op dit moment van kan zeggen. Omdat we inmiddels weten dat COVID natuurlijk een landelijk probleem is. En vandaar dat alle districtscommissarissen waren uitgenodigd om deze meeting bij te wonen. Dat georganiseerd is door een cluster van ministers. En deze clusters van ministers hebben gemeend om in deze fase waarin ons land zich nu thans bevindt, we zitten met een verontrustende situatie. Dat wil zeggen, u heeft zelf gemerkt dat het aantal COVID-besmettingen toeneemt weer, jammer genoeg. En zoals aangegeven tijdens de briefing, is dat alles te wijten aan het gedrag van ons Surinamers. Derhalve zijn de regels aangescherpt. We gaan richting code oranje weer. Dat betekent dat de lockdown tijd zal zijn van 9 uur tot 5 uur in de ochtend. En dat het aantal mensen dat bij elkaar komt voor evenementen gedownsized is van 30 naar 20. Deze informatie en alle andere informaties die we vandaag ook met elkaar hebben gedeeld. De meeting had ook een evaluerend karakter. De verschillende DC's hebben aangegeven hoe het is gegaan in hun eigen verzorgingsgebied. Zoals u ook weet, Paramaribo is natuurlijk de hoofdstad van Suriname. En op een of andere manier vindt ook hier dan ook de meeste entertainment plaats en de meeste gezelligheid. December natuurlijk is een maand waarin traditioneel de Surinamers heel graag feesten, zoals we dat noemen. En op zich is daar natuurlijk niks mee aan de hand. Was het niet zo dat ons land op dit moment ondermijnd wordt, in bijzonder de gezondheidszorg van, met betrekking tot COVID-pandemie. Derhalve heeft de minister heel duidelijk ook aangegeven, de minister van Volksgezondheid, dat het voor hem van eminent belang is dat de gezondheid van de Surinamers op de eerste plaats staat.
En daarin wil hij geen concessies doen. Ja, laat het heel duidelijk zijn, de minister zegt heel duidelijk, ook aan ons districtscommissarissen, voert u alsjeblieft patrouilles op, probeer nog creatiever te zijn, zet nog meer mensen in, dat betekent dat wij vanuit het districtscommissariaat ook veel meer op straat zullen zijn met patrouilles. We zullen nog meer bestuursambtenaren in gaan zetten om in ieder geval die surveillances op te voeren, de mensen te motiveren vooral om hun gedrag te veranderen en het losbandig gedrag voorlopig daarmee te stoppen. Een overlegstructuur, overlegmoment gehad met de diverse districtscommissarissen, het Nationaal Leger, de vertegenwoordigers van justitie en politie en de ministers van Defensie en mijn persoon. We hebben daarbij van gedachten gewisseld. Er waren wat instructies die wij vanuit de regering moesten geven aan de districtscommissarissen. Maar meer nog was het een heel goed overleg, omdat wij van de DC zelf hebben mogen vernemen welke praktische problemen zij ervaren. En waarbij er ook afspraken zijn gemaakt dat er een goede terugkoppeling moet zijn, zowel vanuit de operatie zelf, dus vanuit het veld waar de DC's persoonlijk bezig mee zijn, naar de autoriteiten, dus de regering toe. En omgekeerd, dat dat ook op tijd vanuit de regering naar de DC's en op de juiste manier worden terug gecommuniceerd. Dus we hebben goede afspraken gemaakt. We hebben de DC's gevraagd om zoveel mogelijk, en hierbij doe ik dan via de DC's ook een oproep en een beroep op de bestuursdienst en de bestuursambtenaren, om zoveel als mogelijk de ondersteuning te bieden in deze periode. Met name ondersteuning aan het quick response team. We hebben al gesteld gisteren dat er een clusterteam komt van inspectieautoriteiten. Dat is de arbeidsinspectie, milieuinspectie, het Nationaal Leger, de politie en de bestuursdienst. En dat wij gaan proberen, niet door sancties, maar door goede controle, mobiliseren van personen, motiveren van personen om zich te houden aan de maatregelen, toch die gedragsverandering te krijgen, dat wij niet verder hoeven te gaan tot sancties en andere maatregelen strakker hoeven aan te trekken. Nogmaals, de communicatie naar de DC's zijn de belangrijkste werkarmen van de ministers in de districten van de regering in dit kader, omdat wij vanuit Paramaribo het beleid bepalen, maar in de districten er ook veel praktische problemen zijn. DC's ook met heel veel issues te kampen hebben en die zijn ook vandaag met ons gedeeld. Dus wij nemen dit ook mee naar het clusterteam en wij zullen elkaar ondersteunen, omdat uiteindelijk, zoals bekend is, de regering pas maatregelen en maatregelen strakker gaat trekken als er een dreiging bestaat. En ik heb die dreiging goed verwoord, ik heb de dreiging duidelijk aangegeven en er is behoorlijk begrip. En ook wij zijn bereid vanuit de regering die communicatiestructuur via de DC's, maar ook de DC's via ons te stimuleren. We gaan met de samenleving moeten communiceren. Die awareness is nu heel belangrijk. Willen we erger voorkomen, dan zullen we nu op dit moment ons gedrag moeten veranderen. We zullen nu rekening moeten houden met evenementen, met activiteiten waar het op elkaar zijn niet gunstig zal uitpakken voor niemand. Maar dat wij de belofte maken aan de samenleving dat zo gauw dat weer mogelijk is, u van deze regering het eerder hebt ervaren, dat wij weer wat tegemoet kunnen komen naar de samenleving toe. We weten en we begrijpen hoe belangrijk vrijheid is voor elk mens. Ook wij willen graag dat iedereen vrij is. Maar onze strategie van de lockdown van 11 naar 9 bleef nog steeds recht overeind staan. En we zullen aangepast onze activiteiten, zij het bedrijfs-, werk- of feestactiviteiten of andere ontspanningsactiviteiten, om het zo te zeggen, moeten gaan aanpassen. Zodat wij in ieder geval nog in de decembermaand een fijne tijd met elkaar kunnen hebben. Maar de gezondheid, zoals de DC zegt, dat staat op high priority voor de regering. Dank u.